conferentie over rechtszaken, waarbij ingenieurs die behoren te weten opzettelijk verkeerde informatie verspreiden. En de rechter heeft vonnis gewezen en heeft mij in het gelijk gesteld. Je moet geen leugens bij deze minister komen vertellen. Dan ga ik het omgekeerde van de brug vertellen, want dan gaat men het goed begrijpen. De Weidenbosbrug, de Jules Weidenbosbrug, en ook de Kopernamenbrug, die zijn niet in PPP gebouwd. Die zijn gewoon gebouwd met de bouwkosten. Dus de regering had 250 miljoen, tussen aanhalingstekens, euro, US dollar, en heeft gewoon gezegd, meneer, bouw die brug. De brug is gebouwd. Daar was geen managementteam, geen tolheffing, geen verzekering, geen onderhoud, geen lening of rente. Er was wel wat gebeurd, maar ik ga geen antwoord kunnen geven. Je weet, de Weidenbosbrug was gebouwd en de toenmalige had het geld onttrokken van, ik weet niet waar, van Suralco, van de bauxietinkomsten. En toen was die koers naar 3000 gegaan. Toen hadden we hyperinflatie gehad. De economie had anders gereageerd erop. En dat was de reden waarom meneer Weidenbos ook naar huis was gestuurd. De economie was helemaal failliet, gevallen. Toch? Maar goed, laat het even. Het gaat even om de brug. Was het in PPP gedaan, dan zou je misschien ook op 600 miljoen komen of 900 miljoen. Vandaag vraagt iedereen me, ja minister, is die brug veilig? Wanneer krijgt het een onderhoudsbeurt? Is het verzekerd? Waarom heb je geen tol? Wel, dit is het verhaal. Elk ding dat je bij wil zetten, ga je komen op 600 miljoen of 900 miljoen. Nou, wat hebben we nu gezegd? Omdat, dat is mijn mening. Mijn advies naar de president is, laten wij dit en dit schrappen. En dan beginnen we met de bouw van de brug. Dus bijvoorbeeld, het management ga ik niet schrappen. Er moet een management voor de brug zijn. De tolheffing moet je betalen, dat ga ik niet schrappen. Dus de brug bouwen is 230 miljoen, plus nog een paar miljoenen. Dat zal de brug van de Corentijnrivier zijn. Okay. Dus u gaat wel tol eisen over het land? Ja, dat blijft verplicht. En is dat zeg maar in handen van Suriname? Nee. Maar nu doet men een beetje, want de quarantaine is officieel van Suriname. Ja. Dus officieel zou de brug ook van Suriname. Mm-hmm. Dus ik begrijp dat er wel een samenwerking is met Guyana. Ja. Maar wat is precies de verhouding? Kijk, daar zijn we nog niet uit. Maar er zijn twee scenario's. Bij een verbinding tussen twee landen zijn er twee dingen. Je kan zeggen, de brug is 100% van jou, dus alle geld komt in het managementteam voor de onderhoud van de brug. Dat geld gaat niet naar de regering of naar OE. Het blijft voor het management. Dat doen we ook bij het Bagger-project. Het geld zit niet bij OE, het blijft voor het Bagger-project. Hetzelfde concept daar. Je kan ook zeggen, we zijn twee goede vrienden van elkaar. 50% komt naar Suriname op de rekening van Suriname en 50% op de rekening van Guyana. Ik meen dat bij de ferry service er volgens mij twee rekeningen zijn. Eén Surinaamse rekening en één de Guyanese rekening. Beide rekeningen hebben de verplichting om die ferry service, die boot, te onderhouden. Ze zijn beide verantwoordelijk. Ja, maar je betaalt ook aan beide kanten. Ja, je betaalt aan beide kanten. Maar er is een derde uitgangspunt, vooral bij dit soort bruggen, die zegt, wie het meest gebruik maakt, die gaat betalen.